Voetbal hoef je niet altijd op een grasveld te spelen, soms kan dat ook op een beeldscherm. In een heus toernooi hebben de Beerschot-spelers het tegen elkaar opgenomen in de videogame FIFA 13. Een leuke afwisseling voor het team, zeker als blijkt dat er een aantal spelers ervaren rotten zijn in het spel. Ja, ik speel elke dag met, soms met mijn broer en soms ook online met andere spelers van de groep. En ja, daarom heb ik veel ervaring met FIFA 13. De favoriete teams om mee te spelen zijn Manchester City en Chelsea. Herman Lozada daarentegen speelt met zijn eigen ploeg. I think the next one I'm gonna choose Beerschot to see my own team. Do you think you're gonna win playing with Beerschot? It's gonna be hard. It's gonna be hard, but we're gonna try it. Supporter Serge Heyerman vindt het jammer dat niet meer spelers met Beerschot spelen, maar hij begrijpt de keuze. Ik denk dat het echt wel beter zijn. Ze zijn iets te minder waardig op het spel dan realiteit. Ze verdienen wel meer. Naarmate het toernooi vordert, speelt aanvaller Conor Larenberg zich in de kijker. Maar hoe dat komt, weet hij zelf niet. Nou, ik weet het niet. Sommige wedstrijden heb ik wel met een beetje geluk gewonnen. Maar ja, soms moet hij dat ook hebben. Ja, het is niet altijd in schoonheid gegaan, heb je zelf al gezegd. Nee, ik heb het gezegd tegen Nick bijvoorbeeld. Dan heb ik echt lelijke goalen gemaakt. Maar ja, toch blij dat ik ze maak. Hè. Herman Lozada zorgde voor de grootste verrassing. Zonder veel ervaring in het spel stootte hij probleemloos door naar de finale. Daarin nam hij het op tegen Conor en even leek het alsof hij als winnaar uit de bus kon komen. Ah! Ja! Xabi Alonso, infiltratie, check! Maar tegen Conners beproefde techniek was niets in te brengen. Ja, vooral aanvallend. Een beetje toch naar de goal, proberen te scoren en dan... Verdedigend alles op alles zetten om dan toch die bal te kunnen pakken. Conor vindt en mag het binnenkort opnemen tegen de andere winnaars van het FIFA 13 toernooi in eerste klasse. Lozada is een goede verliezer, maar plaatst toch een kanttekening bij zijn nederlaag. Is the best player of the team, is the talent coming up from the youth, so I let him win to represent the club and the institution against another teams. I think was better his face and his talent to play against another teams than me, so that's why I let him win on the final.